Goeiedag, kijkers naar Actideo, naar deze uitzending op deze heel bijzonder goede dag, Goeie Vrijdag. Dit wordt uitgezonden in het klooster van de zusters Benedictinessen in Tegelen en wel vanuit hun retraitehuis in de conferentiezaal. Goeiedag, zei ik, maar het is vandaag Goeie Vrijdag. Wat is daar nou het goede van deze vrijdag? Achter mij zit hier een kruis. Jezus wordt vandaag gekruisigd. Maar is dat dan goed? Nee, dat is natuurlijk niet goed. En zeker niet als diegene die daar is helemaal onschuldig is en ook dat de Zoon van God is. Dan is het helemaal niet goed. Dit is helemaal slecht. Maar waarom zeggen we dan toch een goede vrijdag? Gewoonlijk is in deze uitzendingen nemen we een stukje evangelie dat hoort bij bijvoorbeeld de Eucharistieviering op zondag. Dat zouden we ook nu kunnen doen, maar dan krijgen we een heel lang passieverhaal, een lijdensverhaal. En dat zou te lang zijn voor de uitzending. Ik geef u 2 tips om deze goede vrijdag mee te maken. De eerste is, zoals mensen dat kunnen gaan doen vandaag naar de kerk, maar je kunt het ook elke dag doen, een kruisweg bidden. Wat is dat, een kruisweg? Komt u een katholieke kerk binnen, dan vindt u daar langs de wanden 14 afbeeldingen. En wel afbeeldingen van het passieverhaal, van het lijdensverhaal van Jezus. Hij wordt veroordeeld, eerste statie, en het laatste statie is, hij wordt begraven. We kunnen zo'n kruisweg meekijken. Naar elke afbeelding kijken. Naar zijn moeder bijvoorbeeld. Die natuurlijk denkt, kan hij het nog volhouden? En hij denkt misschien ook, kan zij het nog volhouden om met mij mee te gaan? U kunt denken aan een Simon van Cyrene, dat je ineens erbij wordt gehaald en je een kruis van een ander notabene op je schouders krijgt gedrukt. En toch, hij draagt het. Of je kunt ineens denken aan een zekere Veronica, die naar Jezus toe gaat, door hem tot medelijden wordt bewogen. En dan zijn hem verzorgd. En wie goed is voor Jezus, die neemt daar iets van mee. De doek waarmee zij Jezus gezicht heeft afgewist, dat is voorzien dan van het gezicht van Jezus dat hij aankijkt. De goede daden die we anderen aandoen in hulp en in hun nood, die zien met naar ons om, die nemen we mee. Maar we kunnen ook kijken dat Jezus op die kruisweg valt. Wie valt niet op een moeilijke weg als de weg smal wordt, als de moeilijkheden heel erg groot worden? En dan toch iedere keer weer opstaan. Kan er nog? Op naar de volgende statie. En we kunnen zien naar zijn moeder, niet alleen die hem ontmoet, maar die naast het kruis staat. En die hem als het ware weer opnieuw ontvangt in de schoot bij de 13e statie. Maar nu niet als een klein kind in Bethlehem, maar de dode Jezus op haar schoot die zij aanziet. Dat is als het ware het evangelie in beeld. En kijkt u niet alleen naar die verschillende afbeeldingen, maar kijkt u ook hoe hij naar u ziet. Dat het hem aangaat dat u er bent, dat u naar hem omkijkt. En dat u hem herkent in zoveel mensen die een kruis hebben te dragen. Zie hoe hij naar u ziet. Dat het hem aangaat dat u er bent, daar. En dat het u aangaat dat hij er is, die een weg gaat van liefde tot het einde toe. Je hoort hem niet schreeuwen, je hoort hem niet vloeken, je hoort hem bidden. Ook al heeft hij het moeilijk, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Toch, hij gaat verder. Hij gaat verder, het is volbracht, zegt hij. Niet als een soort opluchting, dat nooit weer, dat hoeft van mij niet, gelukkig, nee.
Het is volbracht, de weg die God voor mij heeft laten zien. U zou dus een kruisweg kunnen bidden, maar je kan u ook een heel klein stukje evangelie nemen. Uit het grote passieverhaal van de Goede Vrijdag. Dat Jezus een koning is. Pilatus vroeg hem, zijt gij koning? Jezus antwoordde, zeg, ja, koning ben ik. Maar mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn, dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben dat ik niet aan hen werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier. Dan zou er oorlog zijn tussen de ene koning en de ander. Maar Jezus brengt geen oorlog, haat, verwijdering, maar hij is koning die dichtbij wil zijn, vergeving wil geven. Hij is niet een koning van deze wereld, daarom staat er ook, de soldaten vlochten een kroon van doornentakken, zetten hem die op het hoofd en wierpen hem een purperen mantel om. Ze traden op hem toe en zeiden, gegroet koning der Joden, en ze sloegen hem in het gezicht. Vandaar dat ook bij elke kruisweg altijd een doornenkroon is. Ook hier een doornenkroon. Een spotkoning wordt hij. Hij wordt ook bespot door een andere koning, koning Herodes, die hem een spotkleedje aandoet en hem dan een beetje uitlacht. Jezus is om uit te lachen. Maar hij lacht niet om ons. Hij houdt van ons, hij geeft met ons. En toch zie je in dat verloop van die kruisweg hoe koninklijk hij is. Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de schedelplaats heet in het Hebreeuws Golgotha. Daar sloegen ze hem aan het kruis. Hij droeg zelf het kruis. Dat is als het ware alsof hij de overwinning heeft behaald. Als vroeger een bevelhebber, een keizer, een koning de overwinning had behaald, dan ging het zegeteken van de vijand die hij overwonnen had voor hem uit. Jezus draagt hier zijn zegeteken, het zegeteken van het kruis, van de vergeving, van de verzoening. Zo trekt hij door de stad. Ja, hij was ook in het paleis geweest, op het balkon verschenen, om ingehuldigd te worden. Maar daar was het een spotkoning. Zie hier uw koning, zei Pilatus, de vriend van de keizer. Weg met deze koning, zei het volk. Weg met deze koning. En toch is Jezus een koning. Hij draagt zijn kruis voor ons. En hij wordt daar buiten de stad gebracht. En wel te midden van twee rovers. En wat spijkeren ze op zijn kruis? U zal dat wel kruis zien. I-N-R-I. Dat zijn Latijn, dat zijn letters van een Latijnse afkorting. Jezus van Nazareth, koning der Joden. Koning is hij. Hoe is hij dan koning? Ja, hij heeft zelf gezegd dat hij koning is. Nee, zegt Pilatus, zo laten we het maar eventjes. Koning is hij. Jezus koning, Christus koning. En naast hem staat zijn volk, allereerst zijn moeder. Vrouw, jij staat nu naast mijn troon, jij bent koningin. Maria van Nazareth is de koningin naast Jezus van Nazareth de koning. En hoe is hij dan koning? Dat hij voor ons bidt bijvoorbeeld. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze vinden het natuurlijk prachtig dat ik veel mensen wonder heb verricht en dat ik veel mensen goed heb gedaan. Maar ze vergeten u. Vergeef het, vader, want ze weten niet wat ze doen. En hij is koning voor iemand zelfs als een moordenaar. Die zegt, denk aan mij, Jezus koning. Heden zult ge met mij zijn in mijn koninkrijk, in mijn paradijs. En wat doet deze koning? Deze koning heeft een hart voor zijn volk. Toen hij gestorven was, zagen ze dat hij dood was. En toen stak een van de soldaten met een lans zijn zijde open. En onmiddellijk kwam er bloed en water uit. En de evangelist zal zeggen,
Ze zullen opzien naar hem die ze hebben doorstoken. Uit zijn hart laat hij nog het laatste druppeltje wat hij heeft aan liefdesbloed, aan hartebloed voor ons vloeien. Kijk naar deze koning. Laat deze koning het voor het zeggen hebben in deze wereld en bij u. Christus koning, wees onze koning. Dat uw rijk mag komen in deze wereld, meer in onze kerk en ook in u en mij. Dat is Goede Vrijdag, dat is het goede nieuws. Hij is koning, een koning van liefde en vergeving. Treden we binnen in dat koninkrijk. Amen.